Ja? Ja. Oké. Okay. 3, 2, 1. Deze week is Lieke de Sjaak. Dat betekent dat zij geblinddoekt in de auto wordt gezet naar een voor haar nog onbekende locatie. Yes, weer! Zodra de zak en de koptelefoon afgaan, heeft ze nog 10 minuten de tijd om zich voor te bereiden op hetgeen dat ik voor haar bedacht heb. Nee! Oh, dit is top. Het wordt steeds leuker, dit programma. Degene die vandaag de Sjaak is, gaat wederom iets doen wat ik heel erg leuk zou vinden. Er gaat tegenwoordig heel erg de vraag rond, is paardrijden nou een sport of niet? De Sjaak vandaag gaat meedoen met een dressuurwedstrijd. Je gaat serieus rijden op een paard. En volgens mij kunnen zowel Bram als Lieke niet paardrijden, dus heel veel succes. Nou Mo, dat heb je mis, want ik heb vroeger op paardrijden gezeten. Lieke daarentegen niet. En ik weet één ding, die dressuurwedstrijden, die nemen die mensen altijd erg serieus. Ik heb gewoon echt het idee dat ik vandaag gespaard ga worden. Ja? Wat grappig. Waarom is dat grappig? Ik weet wat je gaat doen. Die faalangst van jou, die gaat weer een grote rol spelen vandaag, denk ik. Moet ik iets doen onder druk? Wellicht. Het maakt niet uit wat je me laat doen. Als het onder druk is, gaat het mis. Nou, het is dan ook voor iets wat de mensen zelf heel erg ervaren als sport en waar ik zo mijn vraagtekens bij heb. Paardrijden! Kan je paardrijden? Weet ik niet. Maar jij zegt nu eigenlijk tegen mensen die paardrijden, het is geen sport. Nee, maar paardrijden is ook niet echt een sport, toch? Nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld, Lieke. Jij bent ook gewoon echt fucking irritant. Wat dan? Ja, ik hoor de toon waarop je praat. I'm stressing out. Oké, Liek. Huh? Kom maar mee. We komen hier aan bij een lift. Een lift, als iemand naar boven gaat? Ja, we gaan naar boven. Ik durf niet. Je moet je vasthouden aan deze reling. Ik vind het echt niet grappig. Nee, het was een geintje. Ik vond het wel grappig. Kom. Kut programma. En kut Bram ook. Okay. Vertrouw mij eens een keertje. Zeg maar een beetje de algemene jongen. Je kan me vertrouwen. Ja. Oeh, dit stinkt. Oh, ik ruik paarden. Ik weet even niet meer wat ik van paarden vind. Als ik maar niet moet springen of zo. Oeh. Dit gaat goed. Loop zo door. Ben je er klaar voor? Je staat helemaal te trillen, joh. Ja, doe maar. Ja? 3, 2, 1. Ja, ik rook zo. Ik rook zo. Hi. Hoi. Hoi. Ik ben Lieke. Aangenaam. Hi, paard. Lieke, ja? Jij hebt vandaag nog 10 minuten en dan ga je een wedstrijd rijden. We hebben serieus een beetje haast, want de officiële wedstrijd begint zo meteen. Dus hier staan jouw kleren. Maar wedstrijd als in dressuur? Ja. Kan ik ook niet. Okay. En hier is het proefje. Hoef je niet uit je hoofd te leren. Ik ga dat jou voorlezen terwijl jij op een paard zit en dan moet jij dit allemaal uitvoeren. Je hebt 10 minuten om het te leren. Succes ermee. Oké. Oh, leuk, maar ik kan het niet. Hi, paard. Hey. Hoi. Dit gaat van je 10 minuten af. Ja. Esmee heeft jouw paard al klaar. Oh, staat. Wat is hij knap. Hoi, Esmee. Ik ben Lieke, mijn zus heet ook Esmee, grappig. Ja, hallo. Ik zou mijn tijd iets anders besteden. Ja, we hebben haast. Waar kan ik me omkleden? Misschien is het handig als jij om gaat kleden. En dan ga ik jou enigszins vertellen hoe dit werkt. Oké. Dan kan je het daarna nog even overlezen. Ja. Zullen we weer om het hoekje omkleden? Ja. Hier zie je de concurrentie van Lieke. Dus we beloven het. Oké, je haar we nog even vast. Maken we een knotje. Nou, je ziet er wel echt uit als een paardenmeisje. Ga ik toch nog iets bereiden deze week. Grapje. Kan ik dit maar gewoon even zo bij elkaar gooien hier zo? Ja, net zoals op je kamer. Ik voel me niet heel sexy in deze outfit. Nou, ik vind dat je er heel mooi uitziet. Ja? Ja. Maar het is dus ook belangrijk dat ik er zelf goed uitzie.
Je krijgt je ook een punt op je verzorging. Ja. Nou, dat wordt een min 1. Dan ben ik niet gedoucht. Hoe zit het met de zenuwen, Liek? Nou, weet ik niet. Het is een groot paard, hè? Ja. Zullen we maar oefenen dan? Ja, zullen we even heel snel doornemen wat je precies moet gaan doen voordat je erop gaat? Je begint AKE, binnenkomen in een arbeidsstap, op de rechterhand. Als je op de rechterhand rijdt, dan zit je rechterhand aan de binnenkant. De buitenkant noemen wij de bakrand. Wel onthouden. Nou, dan ga je tussen E en H naar arbeidsdraf. Een grote volte is een heel groot rondje. En afwenden is recht oversteken. Schuin oversteken. Oh, recht oversteken. Ja? Gewoon recht. Heb je dit? Ja. Een hand veranderd is schuin oversteken. En dat andere was rechtdoor. Maar welke kant dan schuin oversteken? Schat, ik heb geen idee. Oh my god, je bent zo groot. Neem maar mezelf maar mee. Kom maar, Amazing. Oeh, dat doe je echt goed. Zijn wij vriendjes nu? Niet op mijn voetjes gaan staan, hè? Want dat doet pijn. Gaan we even een mooie wedstrijd rijden? Oeh, ik kan niet eens lopen. Mag je naar het midden van de bak lopen? En nu? Moet ik erop? Ja. Een beetje ademhaling. Weet je hoe groot het is? Ja, groter dan jij, hè? Ja, en als je er afvalt... Ja, dan val je dus. Nee. Linkervoet in de beugel, dan zwaai je er rustig overheen. Ga je zachtjes zitten. Nou, alsof ik dit vaker doe. Ding, ding, ding. Hey. Oh, je hebt heel mooi haar ook. De teugels pak je hier een hand vast en dan pak je andersom. Ja, en dan je pink eronder. Nou, dan stap je bak maar in. Oh, die bak. Ja. Doe maar lopen. Met een beetje schoppen, dan gaat hij naar voren. Ah, woe! Oké, we gaan beginnen. Als in real deal? Ja. Nou, dan gaan we vragen aan de jury of ze kunnen beginnen. Ja, hij is zo terug. Nou, dan gaan we dus beginnen. AKE, binnenkomen in arbeidsstap op de rechterhand. AKE, nou, ja, dat langs is de perfect. Kant. Goed zo, langs de kant. Hij is langs de kant sturen. Langs de kant, en ja? We maken nu een grote volte om mij heen. Kijk eens naar mij. Wat moet ik doen? Hierheen, om mij heen. Ja, sturen. Aan mijn vagina. Hoe zou jij naar mij toe? Dat moet. Goed zo, handen stil. Je moet naar links. Naar links. Mag je langzamer? Mijn vagina doet echt pijn. Ga eens even remmen. Remmen. Even aan je teugels een beetje naar je buik toe halen. Nou, ik zei dat paardrijden geen sport was, maar ik ben kapot. Moet echt wel een beetje doorgaan nu, want anders staan meteen mensen op jou te wachten. Ik doe echt mijn best. Boe. Het is niet te zien. Nou, dat hadden we niet afgesproken, Amazing. Geef jij even dat paard de schuld. We moesten daarheen. Eigenlijk had dit in draf gemoeten, maar het lijkt mij verstandig dat we dit even blijven stappen. Dat betekent dat je nu dus eigenlijk al aan het falen bent, maar hè? Ik snap niet waarom die de hele tijd gaat harder rennen. Omdat jij hem niet de juiste commando's geeft. Het is wel spannend, hè, Amazing? Denk je dat je zo nog een keer in draf kan, Lieke? Ja. Oké. Maar dan moet hij wel gewoon in draf blijven. Ja, dat ligt helemaal aan jou. Kijken waar je heen wil, Lieke. Waar wil ik naar heen? Naar de A. Naar de A. Je moet naar A. 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 Dat is de K. Ik denk dat hij dyslectisch is. Gaan we van F naar E van hand veranderen. Naar de E. Amazing, we're doing Kijk, it. Heel goed. Goed zo, Lieke. Juist. Goed doorsturen. Hartstikke netjes. Dan gaan we recht naar de jury. Dan gaan we hier halt houden met je rechterhand naar rechts. En dan een knikje. Ga je stilstaan. Nu? Ja. Een beetje teugels in één hand. En dan... Alsjeblieft. Ja, nou en dan gaan we weer de bak verlaten. Dus dan stap je vooruit en dan stap je helemaal naar de A. En dan doen we ook wel even paard belonen. Want hij heeft echt wel heel goed zijn best gedaan. En dat doen we door een klopje op de hals te geven. Ja, heel goed. Je hebt het zo goed gedaan, Amazing. We're friends now. Ik heb bloedheid. Was toch geen sport? Nou, daar kom ik echt op terug. Nou, ik ben blij dat je jezelf nog serieus kan nemen. Weet je, misschien als er iemand hier afvalt, heb ik dan gewonnen van die persoon? Nee. Je hebt het zo slecht gedaan dat als er iemand van zijn paard afvalt, dan heeft hij het dus nog beter gedaan dan jij. Eigenlijk, als je 3 keer verkeerd rijdt, dan word je ook gediskwalificeerd. Ben ik 3 keer verkeerd gereden? Nou, wel 10 keer denk ik. We kunnen wel stellen, je kan beter paardrijden dan autorijden. Dat is
zo onaardig en zo waar. Oh. Je mag er eigenlijk weer net zo af als dat we er ook op gegaan zijn. Je houdt deze voet nog even in de beugel. Je slaat die helemaal over het paard heen. Je duwt jezelf een beetje af. En dan ga je even buik hangen. Dan doe je deze voet eruit. En dan glij je rustig naar beneden. Ja, helemaal goed. Liek, hele korte samenvatting. Hoe is het gegaan? Heel goed. Dat is niet waar. Bram, ik heb nog nooit op een paard gezeten. Kom nee, maar, dat amazing. Was te zien ook. Bijt. Kom maar. Bijt. Bijt. Hij luistert niet heel goed. Zie je het? Lach niet aan mij. Kom te maar. Hallo. Ik ben Jeroen. Hallo. Hi, Jeroen. Ik heb jou beoordeeld. Oké. Nou, dit is jouw beoordeling. 2,5. Het mag net even wat netter allemaal. Even je figuur omhoog, even wat netter. Maar als we even eerlijk zijn en u weet niet, het is voor de eerste keer, dan was dit wel om te janken, toch? Ja, nou, dan ben ik heel soepel geweest, denk ik. Nou, ik heb wel veel nullen. Dus hij heeft eigenlijk... Oh, nee. Eigenlijk, hij heeft met zich meegenomen dat het gewoon treurig was hoe je reed. Maar het was de eerste keer, dus daarom heb je een 5,5. Maar eigenlijk was het een 2. Nee, een 205,5. En stel, ik was wel iemand die veel rijdt. Hoeveel punten had ik dan? Geen één. Dan denk ik dat je op de helft zat, denk ik. Oh, ja. Ja. Succes. Dank u wel. Alsjeblieft. Ik heb er nog even goed naar zitten kijken. Staat eigenlijk alleen maar te laat. Lijn mag wat netter. Blijf in balans. Mag actiever. Een 0, een 5, nog een 0. Hier een 8, een 8. Op verzorging van de ruiter. Oh, dat ben ik! Oh, dat is heel hoog! Oh, jee! Ja, dus hij vond wel dat je er goed uit. Ja, ik heb wel gedoucht. Ja. Maar dit is dus wel, als je dit nu leest... Ja, maar je moet nooit de tekst lezen. Je moet gewoon kijken naar de cijfers. Ja, maar jij hebt je examen ook niet gehaald met een 5, Liek. Mam, ik heb daar dan hou je toch niet je diploma? Ik heb een fucking backbeest. Ja. Lieke. Bram. Vond je dit nou een sport? Ik vond het wel echt toch wel een sport. Ja, ik zag jou ook harder hijgen dan een paard. Ja, ik had het zwaar. Ja. Eigenlijk na het eerste rondje al dacht ik, ik hou het niet heel lang meer vol. Toen wilde ik eigenlijk nog aan haar gaan vragen hoe lang moet ik nog. Maar ik dacht, dat is ook weer zo. Het is ook zo, weet je wel, niet professioneel. En je bent natuurlijk wel professioneel in een wedstrijd. Ja, nou dat was niet te zien. Nee, ja, lullig. Ja, nou ja, ik kan er niks moois van maken. Het was echt heel erg slecht. Echt mijn best gedaan. Dus daarom is het best wel pijnlijk dat je dan gewoon zegt, het zag er niet uit. Nee, ik vind dat je je best hebt gedaan. Volgende week gaan we weer wat anders doen. En laat in de comments even weten wat je nog meer wilt dat we gaan doen. Ja. En dan... Misschien doen we het wel. Wie weet. Nou, tot kijken. Oh. Wacht, moet je aansturen. Go, go, go. Hallo, doei. Oh, ben ik toch gevallen. Ja, nou, tot volgende week.